Het is alweer 15 jaar geleden dat de Paul de Leeuw show Mooi weer de Leeuw van de Buis werd gekegeld door concurrent Ik Hou van Holland, en de presentator is daar nooit van hersteld. Echt grote successen zoals toen heeft hij nooit meer gekend. Wel kreeg hij vorig jaar mooie recensies voor zijn BN Vara serie niet klein te krijgen. Paul is echter gestopt met dat programma vanwege onmin achter de schermen, en kennelijk betekent dat ook zijn definitieve scheiding van BN Vara. Hij heeft een Instagram-post geplaatst die dat duidelijk maakt. Daarop zien we de presentator naast een bord staan met de tekst, welkom Paul de Leeuw. De presentator, uit The Sound of Music, waar God een deur sluit, BNNVARA, opent hij, zij, het altijd weer een raampje. Raampje, een hele schuifdeur. TV-autoriteit Tina Nijkamp vraagt zich af hoe ze dit moet duiden. Paul de Leeuw weg bij BNNVARA. Hij was daar toch al weg en daar sowieso gewoon al freelancer? Ruzie dan of zo? Anyway, einde Sint en de Leeuw dan ook, lijkt me. Wat een rommelig jaar voor en Vara, schrijft ze op haar beroemde analysekanaal. Het zou een spion van Tina niet verbazen als Paul aan de slag gaat voor SBS 6. Deze informant zegt: RTL was niet wat hij gehoopt had, en ik denk dat ze daar veel te moeilijk bezig waren met een format bedenken. SBS 6 zou je misschien in eerste instantie niet bij Paul bij zeggen, maar dan heeft hij wel mooi de kans om gedroomde show met Linda te maken. Paul en Linda zou een duo zijn dat kan werken, al dus De Spion. En misschien is er nog wel een plekje voor Ranking T-Stars ook. BNN Farah wilde, durfde niet meer en RTL heeft volgens mij de rechten niet meer, dus twee programma's hebben we alvast voor Paul bij Talpa. De TV-ster kan bovendien zijn podcast meenemen, vervolgt De Spion. En misschien een leuke wekelijkse radioshow op een van de radiozenders en klaar. Tina vindt dit allemaal plausibel klinken. Zij bekommentarieert: eerste grote zomertransfer van het jaar? Rob Kems eruit, Paul de Leeuw erin bij SBS6. Er hangt een transfer in de lucht. Zou goed kunnen. Frans Klein, de mediadirecteur daar, en Paul zijn goede vrienden in ieder geval.